Ik ben heel blij dat ik hem aan mag kondigen. Een professional in huis. Sam de Man, Sam de Schermman, laten we hem zo noemen. En hij gaat ons laten zien hoe die exit polls uitzagen, mocht je net inschakelen. Oh, Sam staat al niet klaar, dus dan moet ik het eventjes doen. VVD dus. Oh, Sam staat wel klaar, hoor ik. Sam staat niet klaar. VVD 10 zetels, CDA 3 zetels, D66 op 6. GroenLinks, PvdA, SP verliest er eentje. Jullie dus niet, Mo, in de raad tot nu toe. Maar het zijn de voorlopige uitslagen, de eerste exit polls eigenlijk. Shout haalt het ook niet. Partij voor de Dieren schiet omhoog naar 2 zetels. Dat is een lekkere binnenkomer. Waar denk je dat dat aan ligt? Ik denk dat het eerst 2 dagen de ouderen die aan het stemmen waren. Ik denk omdat ze meer bang zijn van corona. Ik denk dat het vandaag alle meeste stemlokalen open waren. Ja. Dus ik denk dat de meeste mensen vandaag gaan stemmen. Dus alle hoop. Dus, exact. Ik ben geen opgever. Dus, nu ik toch iemand jong voor mij heb. Denk je dat het leeft onder jongeren, lokale verkiezingen? Als je eerlijk bent. Niet echt. Dus ik als partij zijnde willen we wel uiteindelijk in verandering brengen. Juist om, als we erin komen, heel mooi. Om juist de werk echt voor te zetten. Maar, en wat ga je dan voor Jong Breda doen? Voor jongeren. Ja. Voor jongeren juist luisteren wat de klachten zijn. Elke situatie proberen te helpen. En niet vanuit het bureau te zeggen, hey, jij moet dat doen. Nee, we gaan echt helpen mensen. En, Ja, ga ik toch een kritische vraag stellen, want dat kun je natuurlijk ook met een stichting doen. Dat kun je zeker met een stichting doen. Daar ben je al heel hard mee bezig. Nou, maar ik denk de stichting is heel anders, want vanuit gemeenteraad wordt daar de beslissing gemaakt. En als je daar erin zit en je bent betrokken in de wijk, ik denk dat heel makkelijk dat je kan verwoorden. Ik denk dat makkelijk heel belangrijk is, dat je ook wel divers hebt in de raad. Ja, dus om die jongeren. Dus echt, ook vooral die ervaring in de wijk wat echt speelt, dan weet je echt wat er gebeurt. En dan kan je makkelijker in de raad vertellen. Ja. Want ik denk, die stichting wordt niet altijd geluisterd. Nee, exact. Als stel dat je Jong Breda... Oh, jij mag trouwens je microfoon krijgen als aanwijzing. Iets meer richting je mond houden. Dan ben je beter verstaan. Yes. als je Jong Breda nu zou moeten vertellen... Wat merk jij dat het grootste probleem is eigenlijk? Dat is misschien een beetje vaak. Voor jongeren? Ja. Ze hebben sowieso geen vertrouwen in politiek. Nee. Omdat de afgelopen jaren heel veel bezuinigingen is gedaan op jongeren... netwerken op jongeren, sociale dingen. Dus dat ik denk dat het al zo denkt, ja, laat me zitten. Politiek boeit mij niet. Maar dan vergeten ze dat het echt heel belangrijk is om te stemmen. Of vooral lokale politiek die jouw ideeën ongeveer uitkomt, dat je er 100% achter staat. Hoe kunnen we dat oplossen? Dat ze er toch iets meer vertrouwen in gaan krijgen? Ik denk dat dat ook vanuit de partijen ook niet eerlijk kansen hebben met de campagne. Want ene partij is groter dan andere. Ja. Die hebben meer geld te besteden, campagne te voeren. En wij als lokale moeten iedereen zijn eigen zak gaan betalen. En dat is echt heel lastig. Nou heb ik veel mensen de afgelopen tijd gesproken en veel verkiezingsprogramma's gelezen. En ook met mensen om me heen besproken. En ik kom toch... er staat in jullie verkiezingsprogramma een heel belangrijk punt. Namelijk een monument in de haven. Ja, oh, klopt. Sorry, ik moet je even onderbreken, want we zijn inderdaad nu toe aan de nieuwe uitslagen. Door naar de uitzending van de zaal. 58 van de 91 stembureaus die vandaag geteld zijn en open zijn geweest, hebben we daarbij. Dus eigenlijk 58 plus de ongeveer 42 stembureaus die er gisteren, althans die 2 dagen. Dus we zijn behoorlijk op streek. En ik denk nog 1 tussenstand en dat we daarna de eindstand kunnen presenteren. En ik ga maar even gelijk beginnen met... hoe was het ook weer in 2018? Dat weten we allemaal nog een keer, maar die hebben we in ieder geval ook op scherm. Ja, daar komt u nu op scherm. Groot scherm, denk ik ook. Ja. Dan gaan we nu naar de uitslag van 2022... nadat 58 van de 91 stembureaus en maandag en dinsdag is geteld. En dan hebben we deze uitslag. Even de andere kant. Ja. Nee, dat klopt niet. Nee, dit is iets mis. Ja, nee, dit is de goede uitslag. De VVD op 22,6%. Het CDA op 9,4%. D66 groeit van 13,7% naar 14,7% in deze uitslag. GroenLinks blijft ongeveer stabiel, ligt 12,6% naar 12,4%. De SP gaat...
Van 8,8 naar 6,0. De Partij van de Arbeid gaat van 9,2 naar 10,4. 50PLUS zakt van 5,8 naar 3,2. Breda Beslist gaat naar 6,1. Breda's Volkspartij wint in vergelijking met de early voting iets, maar blijft wel steken op 0,9. Buurtbelangen op 1,6. De ChristenUnie op 1,1. Forum voor Democratie 2,4. Lijst Pim Fortuyn 3,5. En dan moet ik het goed zeggen, de Partij voor de Dieren, want ik zei Partij van de Dieren, excuus, het moet echt de Partij voor de Dieren zijn. Stijgt naar 5,1 en shout op 0,7. Even een paar opvallende uitslagen, want sommige mensen kunnen dat ook zien. Maar we beginnen eens even in Breda-Zuid. Er zijn sommige bolwerken, nou dat had u net zag. De VVD in Breda-Zuid, 1 op de 3 mensen stemt daar op de VVD. En dan zie je het grote verschil met de andere politieke partijen. Zet je dat af tegen Breda-Noord, dan zie je dat daar eigenlijk een hele vergelijking is. Waarbij in dit geval GroenLinks de grootste partij is. Maar je ziet dat waar in Breda-Zuid 33% heel groot en dan heel veel kleine partijen zie je natuurlijk hier 15,1, 14,7, 12,3, allemaal heel dicht tegen elkaar, bij elkaar liggend. En één ander voorbeeld nog, Breda-Noordwest, om een verschil aan te geven. Dit wordt allemaal gepresenteerd en dat kunt u natuurlijk allemaal nakijken. Dan zie je hier Breda-Noordwest, Breda Beslist, die daar toch echt een behoorlijke strap voorwaarts maakt. Maar ook in dit geval het grotere verlies dan in andere delen van de stad, verhoudingsgewijs zeker, van het CDA. Want die zakt daar van 11,3 naar 4,6%. En dat is procentueel gezien natuurlijk een behoorlijke aanlating. Dit zijn de percentages, maar wat betekent het dan voor de zetelverdeling? En die zetelverdeling ziet er iets anders uit dan we in de eerste presentatie hadden. De VVD blijft op 10 staan, het CDA gaat naar 4. D66 wint er 1, gaat naar 7 in vergelijking met datgene wat we hadden gepresenteerd. GroenLinks blijft op 5 staan. De SP zakt van 4 naar 2. De Partij van de Arbeid, die bij de early voting op 5 stond, die zakken nu eentje door naar 4. Blijven dus stabiel in vergelijking met 2018. 50PLUS gaat van 2 naar 1. Breda Beslist zit hier nog op 2 zetels, dus net eentje anders dan bij de exit poll. Forum voor Democratie haalt echt een restzetel die er op 1 zetel erbij is. Dus lijst Pim Fortuyn die heeft een volledige zetel, zullen we daar ook laten zien. En de Partij voor de Dieren 2 zetels. Want hoe zit het met restzetels? Zodat mensen weten hoe we daar nog in de komende tijd de restzetels. De VVD heeft 2 restzetels. Het CDA heeft 1 restzetel in dit geheel. D66 heeft ook 2 restzetels. U ziet dat er veel restzetels verdeeld zijn. GroenLinks 1 restzetel. Dan hebben de SP, Partij van Arbeid, 50PLUS, Breda Beslist allemaal volledige zetels. Het Forum voor Democratie heeft alleen maar een restzetel. Lijst Pim Fortuyn heeft een volledige zetel. En de Partij voor de Dieren heeft ook 1 restzetel. Dus u ziet waar het ongeveer zit. Het zit nog heel dicht tegen elkaar aan. Ik denk dat we over een klein, nou wat zal het zijn, 1/2 uur, 3 kwartier, hopelijk de definitieve uitslag kunnen presenteren. Nou, tot dan. En in de tussentijd, proost op de democratie. En heb goede gesprekken. Veel plezier. Ja, Mo. Ineens een live moment waarop ik met jou de voorlopige uitslagen bekijk. Wat is je eerste reactie? Ja, nog steeds wel kleine hoop. Je moet altijd positief blijven. Ja? Dus over 1/2 uurtjes de definitieve uitslag. En zullen we toch mee dealen. Weet je wat mij nou opvalt? Je bent dus natuurlijk ook een lokale partij. Ja. Dat de landelijke partijen echt fors groot blijven. En dat die lokale partijen komen, maar niet van de grond. Simpelweg omdat ze iets meer te besteden hebben. Meer campagnemomenten hebben. Meer geld. Flyers komen overal bij hun. En wij moeten maar zelf gaan doen. Dus dat is denk ik is een oneerlijke kans. Wat kunnen we er dan aan gaan doen? Want je zegt het zijn oneerlijke kansen. En daar houden we niet van in Breda. Ik denk dat je wel eerlijkheid in het, de verkiezingsprogramma's, campagnes wel eerlijke kans moet geven. Partijen die dan meedoen. Ja. Om toch met ons ondersteuning te geven. Ja, het zijn natuurlijk voorlopige uitslagen nog. Jij zegt het, we zijn hoopvol. Ja. Ik gun het jou in ieder geval van harte. Ik zou het super tof vinden als er zo jong
een nieuw talent in de raad komt. En als probeert over 4 jaar toch gewoon nog een keer. Zeker, dat zou wel motiverend zijn. En ja, als jonge jongen hier in Breda gekomen. Ja, vallen en opstaan, toch partijleider. Om toch anderen te motiveren ook. Hè. Dus ik denk dat het wel heel wat mooi zou zijn om toch daar een vertegenwoordiging kunnen maken. Exact, exact. Nou, ik wil jou heel erg danken, Mo, dat je hier bent. Wat ik zeg, probeer het over 4 jaar misschien nog een keertje. Of misschien vanavond nog ineens de grote verrassing van de avond. Zou zomaar kunnen. We gaan nu kijken naar, nu wel echt, Sam de Scherman. Dankjewel. Hij gaat de coalitie proberen te bouwen. Oh, dat moet ik weer doen. Excuses, ik hoor het.